een signeertje voor straks. En ik zie dat Joost toch gelijk heeft dat het er niet meer op staat. Fuck it, straks is straks. Wat op een plaats staat van ons, waar we misschien wel het meest trots op zijn. En of we nou vinden dat het de beste plaat is of niet, dat doet eigenlijk niet de zaken meer. Het was wel bij uitstek de plaat waar wij besloten dat we gewoon echt voor 100% ons hart achterna gingen met niets. En we kwamen terug met die plaat. Het was 1 januari 2008, ik weet het nog goed. De eerste keer dat we live speelden, we speelden live op een of andere bizar drijf, een ponton in Rotterdam. En Rotterdam had bedacht, de stad Rotterdam had bedacht dat het tof zou zijn om ons neer te zetten op een ponton, heel groot drijvend ergens op de Maas. En om 12 uur zouden we beginnen, het zou live worden uitgezonden op televisie. En het was alleen heel erg kut dat er een enorme mist was die avond. En ik weet nog dat ik daar stond met toen nog de burgemeester van Rotterdam. Burgemeester opstelde. En ik stond met zijn vrouw en hij stond zo naast mij. En we hadden er echt zin in. We hadden zoiets van, yes, nieuwe plaat. Voor het eerst gaan. En hij stond er zo naast mij en hij zei, ja, dat is wel een beetje jammer in die hand. En wij zeiden, nee, het is niet jammer, want wij gaan zo beginnen en het komt helemaal goed. En wij kwamen met het eerste nummer van die plaat en dat was de eerste single. En dat heette A Capital Criminal. En dat nummer begint vrij vaag. En ik weet nog dat het publiek stond weliswaar 100 meter verderop aan de kade, maar we hadden al het gevoel toen we het aan het doen waren van, hey, wacht even, gaat dit wel goed? En de volgende keer mocht het spelen voor heel veel vaste fans van ons, op een of andere gig bij TMF. En we begonnen het nummer te spelen met volle overtuiging. En het was eigenlijk de eerste keer in al die jaren dat iets wat we deden, waar we zo 100% achter stonden, dat kwam niet over. Om een lang verhaal kort te maken, wat wij vinden dat toch eigenlijk stiekem wel onze beste plaat is, tot de plaat die eraan gaat komen, is die plaat. En die plaat was volgens sommigen een flop. En ik moet eerlijk zeggen, voor ons op een bepaalde manier ook best wel. Hey, maar wat is commercieel succes als je alleen maar je hart achterna bent gegaan en het helemaal gedaan hebt? Dat is niet belangrijk. Dan kan je 2, 3 jaar later kan je op een podium zitten, voor zo'n volle zaal als dit. En dan mag je een liedje spelen wat achter op die plaat staat. Wat we eigenlijk hebben gevonden, weer terug hebben gevonden. Vandaag de dag met iTunes download je bijna alleen nog maar de singles. Oh, dat liedje ken ik. Ja, die doe ik en de rest dat zien we later nog. En wij ook. En wij vonden dit liedje terug. Het is een liedje wat ik schreef, wat Dennis schreef, voor iemand met wie we hadden afgesproken dat we er geen liedje over zouden schrijven. Dus hebben we het voor haar geschreven. I know it ain't my
Naar die gast of die vrouw kijkt naast je, dat je denkt van, die ken ik niet. Dus ik zou zeggen, daarna, kijk maar eens even goed naar die stoel naast je van die gasten die je niet kent. Ja, iedereen, dit is groepstherapie. Het is fucking heel waarom dit man naar de klote gaat als we dat niet doen, oké? Dus we kijken naast je en we zeggen, hey, wacht even, je kijkt naast je en je kijkt naar die gast die je niet kent en dan kijk je naar die gast die je wel kent en als je alleen hebt, dan heb je pech, dan kijk je naar mij of naar ons, oké? En dan denk je bij jezelf, fuck it. Ja, ik ben bij Kane, ik heb 45 euro betaald voor een ticket. En ik ga het ook naar mijn zin hebben hier ook, oké? Dus wat ik doe,
Dus wat ik doe, en ik ben in jou. Ik laat het even lekker helemaal los. En dan ben ik nou weer mij. Oh.